De Bredaanse afdeling van Rood, dat is de jongere organisatie van de SP, heeft vandaag op een aantal plekken in Breda zout gestrooid. Met deze actie willen de jongeren duidelijk maken dat de gemeente Breda creatiever om moet gaan met het strooibeleid. Rood was maandag al van plan om de actie te houden, maar toen bleek de sneeuw al te zijn gesmolten. Vanmorgen hadden de socialisten meer geluk. Zoals je kunt zien is de sneeuw inmiddels al wel enigszins weggesmolten. En ja, daar kunnen we zeggen van jammer. Tegelijkertijd hebben we zoiets van, nou, we hebben gewoon toch een statement kunnen maken. En ja, we hopen gewoon dat de gemeente dit serieus oppikt om te voorkomen dat de praktijken die 2 weken terug zijn ontstaan, om dat in de toekomst te voorkomen. Volgens Rood liepen tijdens de strenge vorst in januari totaal uit de hand. Vooral oudere mensen hadden veel last van de gladheid. Een aantal weken terug is er een flinke overlast geweest toen het een aantal dagen heel mooi sneeuwweer was en schaatsweer was. Maar dat heeft heel veel overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld op plaatsen, bejaardencentra en dergelijke. Het platgestampte ijs werd gewoon ijsbanen en dat hield gewoon in dat oudere mensen zeer moeizaam uit de flat konden komen of uit het bejaardencentrum konden komen. Wat moet er volgens Rood dan gebeuren? Dan zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden dat er zand gestrooid wordt. En er kan eventueel ook bijvoorbeeld met sneeuwschuivers gewerkt worden. Dat is op zich een redelijk prijzige oplossing, zou je kunnen denken, omdat het in Nederland niet heel vaak sneeuwt of wat dan ook. Tegelijkertijd, de gemeente gaat er prat op dat ze de grootste zoutopslag van de Benelux hebben. Dus wij hebben zoiets van, nou, als dat mogelijk is, dan zijn er misschien ook nog wel andere mogelijkheden. En zou geld daarin ook geen hele grote rol moeten spelen. Wethouder Omen van de gemeente Breda meldde eerder dat het schoonmaken van alle wegen een te grote investering is. Wel wil hij de wegen naar gebouwen als scholen en zorginstellingen in de routes opnemen. Wij moedigen de gemeente juist aan om met creatieve oplossingen te komen. Door bijvoorbeeld zout aan particulieren uit te delen of aan instanties uit te delen. Zodat zij zelf alsnog gewoon voor het strooibeleid kunnen zorgen rondom hun voordeur.